Hey, hey, hey! Hallo, welkom bij nog een filmpje over geschiedenis. Nog eentje over de basisvaardigheden vandaag. We hebben het al gehad over tijdvakken, samenlevingsvormen en al die andere belangrijke kernbegrippen, maar we hebben het nog niet gehad over bronnen en vooral over de betrouwbaarheid van bronnen. Want bronnen zijn heel belangrijk om met geschiedenis te kunnen omgaan. Zonder bronnen is er geen geschiedenis. Natuurlijk zijn er heel veel bronnen en die zijn niet altijd even betrouwbaar. Vandaar dat het filmpje vandaag gaat over de betrouwbaarheid van bronnen. Hoe herken je een betrouwbare bron? En daarvoor hanteren wij de methode van Omkapoer. Maar de eerste vraag die je zelf moet stellen is, ja, wat zijn bronnen? Nu eigenlijk, wat is dat? Je kan denken aan een rivier, die heeft een bron en vandaar gaat dan de rivier verder en verder en verder weg. Dat is de start van de rivier, kan je eigenlijk ook wel stellen. En zo is het ook voor geschiedenis. De bron is de start van de geschiedenis. Je ziet hier een schemaatje uit Pelkmans, Memoria 2, waar ik altijd mee werk. Je hebt het verleden. Uit het verleden heb je gebeurtenissen en heb je personen. Van die gebeurtenissen en personen vinden wij sporen terug. Die sporen kunnen wij gebruiken als bronnen. En op hun beurt gaan die bronnen ons helpen om een duidelijk beeld te krijgen over het verleden. Het is natuurlijk heel belangrijk dat die bronnen betrouwbaar zijn. Daarom dat dit toch wel een heel belangrijk... Puntje is. en zeker sinds hervorming, wordt dit altijd maar belangrijker en belangrijker. En belangrijker. Dus vandaar een apart filmpje over bronbehandeling. De methode van omkapuur is eigenlijk redelijk easy. Je kan daar heel diep in opgaan. Je kan het ook gewoon redelijk oppervlakkig doen. Ik ga vandaag proberen de gulden middenweg te zoeken. En uh, die lettertjes die staan allemaal voor aparte begrippen. Ik begin natuurlijk bij de O, want dat is de eerste letter. En die O die staat voor de origin. Van wie. Is die bron? Waar is die bron gemaakt? Wat is die bron eigenlijk? Dat is eigenlijk al heel belangrijk om daarmee te starten. Dat is eigenlijk een heel evident. En daarvoor moet je eigenlijk ook al eerst nagaan: Ze zijn we bezig over een geschreven bron of een ongeschreven bron? Geschreven bron is eigenlijk heel belangrijk om te onthouden: is een bron waarbij taal de belangrijkste bron van informatie is. Recap, nog eens. Een geschreven bron is een bron waarbij taal de belangrijkste bron van informatie is. Het is niet omdat er taal op staat dat dat per se een geschreven bron is. Het moet echt het belangrijkste puntje zijn van waar dat jij al de info haalt. Duidelijke voorbeelden van een geschreven bron zijn een krant, zijn boeken, zijn allemaal logisch geschreven bronnen. Ongeschreven bronnen zijn heel vaak objecten. Je ziet hier een schilderij, je ziet een, uh, een skeletje van een T-rex. Je ziet een Kalashnikov. Mensen van Deurne herkennen dat wel. Hè? Dat is hetgeen dat je zo als achtergrondlawaai in Deurne vaak een keer hoort, s'avonds laat. En een Colosseum. Ik hoor wel denken tot hier. Het Colosseum, daar staat toch ook tekst op? Aha, goede vraag. <laughs> daar staat tekst op, maar als je kijkt naar het gebouw en je gebruikt het gebouw als bron, is dat een ongeschreven bron. Als jij kijkt naar wat daarop staat van tekst, op die muren zal ergens tekst op staan. Dan is die tekst, als je dat gebruikt als tekst, een geschreven bron. Dus eigenlijk kan een colosseum ook gewoon allebei zijn. Heel veel dus bronnen kunnen twee soorten dingen zijn. Het hangt ervan af wat voor informatie dat je eruit haalt of waar je baseert. Dus geschreven bronnen, ongeschreven bronnen. Bovendien, stapje verder, hebben we ook primaire bronnen en secundaire bronnen. Primaire bronnen, primus, de eerste, de premier, eerste, eerste minister. zijn bronnen uit eerste hand. Dat zijn bronnen die zijn gemaakt in de tijd waarover dat gaat. Denk aan bouwwerken. Bouwwerken zijn altijd primair, want die zijn gemaakt in die tijd. Tenzij als je met hoe zeg, reconstructie. Maar is op zijn beurt ook weer eigenlijk primair. Je kan het ook wel authentieke bronnen noemen. Dat zijn bronnen die komen echt gewoon rechtstreeks uit die tijd Vaak betrouwbare bronnen zelfs, toch als, je, als die ook nog een keer objectief zijn. kom ik ze bied op. Secundaire bronnen, dat zijn bronnen die beschrijvend verleden en daar is vaak een tussenpersoon bij. Die zijn vaak later gemaakt, dus die zijn. Niet altijd uit eerste hand. Denk aan games, denk aan films, denk aan boeken. Dat zijn duidelijk secundaire bronnen. Secunde, tweede, tweede hand. De volgende stap in omkapoer is de M, de motive. Waarom is die bron gemaakt? Met welke instap, met welke insteek is die gemaakt? Daar heb je twee mogelijkheden. Je hebt objectief, je kan je vanuit gaan. Het is bewezen dat uit onderzoek blijkt dat in 1945, einde wereldoorlog 2, toen gebeurde, ik stel vast dat. Het zijn eigenlijk allemaal feiten. Het zijn dingen die zijn bewezen, die staan vast. Daartegenover staat subjectief, dat zijn vaak meningen. Dat is een goede film, die persoon is zo, dat is eigenlijk heel duur, duur, goedkoop, dat is allemaal heel subjectief, dat gaat over meningen. Dat zijn dingen die je vaak goed moet kunnen kaderen in zijn context. Vervolgens, de C. De content, waarover gaat het? Wat staat er eigenlijk allemaal in? Een hele logische. Nadien, de, audi de audience is ook heel belangrijk. Ja, mij, dat even Engels. <laughs> voor wie is dat gemaakt? Of voor wat is dat gemaakt? Heel belangrijk ook om dus ook na te gaan van welk motive is dat. Dat zijn er wel allemaal aparte lettertjes, maar die hebben vaak met elkaar te maken. Hè? Zoals hier die audience en die motive, zijn dingen die je wel aan elkaar kan aftoetsen. Nadien, uh, perspectief, perspectief, wat is de invalshoek? hangt daar ook wel een beetje mee samen. Vanuit welke invalshoek is dat gemaakt of geschreven? Usefulness, is dat een nuttige bron voor ons of niet? Eigenlijk, iedere bron is nuttig. Het hangt er gewoon vanaf wat uw onderzoek is. En ten laatste, ten slotte, de reliability. Oh my God, dat je lekker het Engels bent. De betrouwbaarheid. Zijn de bronnen betrouwbaar? Dat kan je eigenlijk als een soort conclusie zien, hè? Dat kan veel lijken, even van, what? Al die dingen tegelijkertijd? Dat gaat toch veel zijn? Gaat kei lang duren? Huh, nee hoor, we gaan eens kijken met een voorbeeldje. Het voorbeeldje ik heb gekozen is eigenlijk heel duidelijk. Dat is een kleittabletje met spijkerschrift op uit Mesopotamie, van ongeveer 3000 voor Christus. Even de tekst dat daaronder staat, ik ga het met mijn Engels voorlezen. Op de foto zie je een kleittablet met spijkerschrift gemaakt rond 3000 voor Christus uit Mesopotamie. Het vertelt over een handelsovereenkomst die toen gebeurde. De auteur zelf is onbekend, maar het is waarschijnlijk de handelaar zelf die het maakte als bewijs van de overeenkomst. We gaan eens zien. We beginnen natuurlijk bij de eerste letter, de origin. Het staat er al in het rood, je kunt meevolgen. De origin, als wij kijken, van waar komt het? Aha, Mesopotamië. Dat is al goed, dat is dezelfde regio. De auteur zelf is onbekend, dat is al wel loos. Je weet niet wie de auteur is. Het is duidelijk een geschreven bron. Want de taal die erop staat, een spijkerschrift een vorm van schrift, ook al zijn dat geen letters, dan het is alfabet, het is een geschreven bron, want wij baseren ons op de taal. En het is primair, want het komt uit de tijd zelf. Het is een originele, een authentieke bron. Het zijn eigenlijk allemaal goede dingen. De motive, waarom is dat gemaakt? Het is gemaakt als bewijs van een handelsovereenkomst. Een bewijs, dat zijn feiten, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die zo wel vaststaan. Dat is eigenlijk ook een heel goed toonbeeld. Content. Wat staat erin? Zitten we weer bij die handelsovereenkomst. Dus, voor de usefulness kan je het gebruiken. Ja, een handelsovereenkomst, dan weet je al voor wat we die bron kunnen gebruiken. Gewoon om te weten hoe dat die handelde. De audience, voor wie is het gemaakt? Dat is een beetje gissen. Waarschijnlijk voor de auteur zelf, dus degene die die kleitabletjes heeft gemaakt. Die wil die waarschijnlijk gewoon voor zijn eigen als bewijs van die overeenkomst. Dus dat is eigenlijk ook wel al een goed teken. Dat is geen fictie, dat is geen ding die hij verzint. Perspective. Vanuit welke invalshoek? Ah, dat is dan die objectieve factor. Want hij maakt het eigenlijk gewoon als bewijsje van iets. Dat is niet mijn mening dat hij zegt dat hij het een, een goede overeenkomst vindt of een slechte overeenkomst. Nee, dat is gewoon de overeenkomst die erin staat. Heel sick, heel droog. Feiten. Objectief, vaak ook heel betrouwbaar. Usefulness, hè, is dat eigenlijk bruikbaar? Ja, het is eigenlijk heel bruikbaar voor ons om te weten hoe de handel verliep. Dat kan je daar eigenlijk uithalen, want dat staat erin beschreven. Dus usefulness. Hè, hangt er vanaf van, waarin kan je het kaderen. Uiteraard kunnen je ook zeggen van ja, van waaruit uh, werden de bronnen gemaakt, welk schrift gebruikt is. Dat is ook eigenlijk allemaal deel van de usefulness. Dan tenslotte de reliability, is het een betrouwbare bron? Kan je die effectief goed gebruiken voor historisch onderzoek? Kan je eigenlijk al ja concluderen? Want het is een objectieve bron, het zijn feiten die erin staan, het zijn niet te veel meningen, niet te veel dingen die je moet gaan onderzoeken. Het is primair, het komt uit de tijd zelf en uh, hij heeft het voor zichzelf geschreven is eigenlijk gewoon voor zijn eigen als bewijs. En ja, waarom zouden iets onbetrouwbaars voor zichzelf gaan opschrijven? Hè? Zo kan je proberen om een bron na te gaan. Dit zijn eigenlijk dingen die je niet met een checklistje moet gaan doen. Dit zijn attitudes die je moet kweken om eigenlijk zelf naar een bron te gaan kijken. Goed. Merci om te kijken en uh, tot de volgende. Ciao.